Omdat de Ronde van Op Dam weinig moeilijke bochten kent en omdat het hele parcours volledig van asfalt is, krijg je altijd wel een snelle ontsnapping. Zo ook vanmiddag in de 41ste ronde van Op Dam. Sjors Dekker, oorspronkelijk uit Andijk, en Thijs Dekker, geen familie uit Oosthuizen, sprong weg uit het peloton en ze bouwden een voorsprong op van zo'n 30 tot 40 seconden. De organisatie van de ronde kende in het verleden een bestuur met enkel mannen. Daar is de laatste jaren verandering in gekomen. Janik Borst, voorzitter, de nieuwe voorzitter van de ronde van Op Dam. Klopt, helemaal, dat heeft u goed. Ja. Nou, dat is bijzonder, want het was meestal een mannenbolwerk dat een vrouw nu voorzitter is. Heb je zelf gefietst? Nee, dat heb ik niet gedaan. Ik rijd paard, dus ik heb verder niet echt iets met de wielersport. Maar ik vind het gewoon belangrijk dat zo'n evenement voor het dorp blijft bestaan. En ik vind het leuk om dingen te organiseren en in het bestuur te zitten. Dus vandaar deze keus. Twee koplopers bleven lange tijd op kop en het tempo in het peloton lag niet hoog. Rick van Breda wist dit ook aan het begin van de koers. Ja, simpele rekensom. Hè. Die twee jongens die voor mij gefinished waren voor een jaar zijn er niet. Dus ja, daar zit er niks anders op dan deze wedstrijd te winnen vandaag. Wat denk je? Het is een makkelijk rondje. Het is misschien wel een te makkelijk rondje. Nee, ja, het is altijd lastig. Al is het rondje iets zwaarder met iets meer technische bochtjes erin, kan je daar het verschil op maken. En nu kunnen de jongens heel lang bijblijven, dus het zal een tactische koers worden. Er zijn altijd veel ontsnappingen en vaak ook weer dat er mensen bijsluiten. Dat gebeurde vorig jaar ook. Hè? Het was een kopgroep van 3, 4 en die werden weer ingehaald. En toen ontstond er weer een kopgroep van 2, later weer van 4 en dan weer van 5 en daar zat je bij. Ja, het is altijd wel een attractieve koers. Er gebeurt van alles. Dus ja, je kan het in zo'n wedstrijd als dit 9 keer goed doen. Maar als je de 10e keer niet bij zit, dan is alles gedaan. Na een 30-tal rondes vonden een aantal renners het genoeg en werd de achtervolging ingezet. Juri Havik uit Uithoven en Jeroen Kandebach uit Hoorn openden de dans. Daarna waren het Steven van Sprengen uit Wieringenwerf, Koen Onderwater uit Lisse en Steven Steenekers uit Beddekom die het voortouw namen. Reinier Honig, vorig jaar 4e, liet zich regelmatig van voren zien en deed zich ook kansen toe vooraf aan de koers. Vorig jaar 4e, je sloot aan met 2 man en ja, ik denk nou, dat gaat wat worden voor jou. Ja, dat dacht ik ook vorig jaar, maar ja, toen was ik wel aardig naar de kloot om het maar even plat te zeggen. Nadat we aansloten, dus zat er niet meer in dan een 4e plek. Dus ik hoop dat het vandaag beter gaat. Ontstond er een kopgroep van zo'n 15 man. Uit deze groep wisten zich eerst Robert-Jan Mol uit Nimmikswoud, opnieuw Steven Stedekus en Juri Havik zich los te maken. Steven Stedekus, een goede sprinter, was het de kloppenman. Dit dacht ook semi-prof Rick van Breda uit Den Helder, die vorig jaar 3e werd. En dus ontstond er een kopgroep van 4 man. Die streden voor de begeerde prijzen. Daar komen de renners van achter de motoren. Robert Jamman lijkt verslagen en het gaat tussen Steenekes en van Breda. Wordt het Steenekes of wordt het Breda? Wordt het Steenekes of het Breda? Wat een jump van Breda. Wordt hij nipt eerste. Steenekes 2e en Robert Jam 3e. Rick, volgens mij is de pastoor ook blij dat je gewonnen hebt. Ja, ik denk dat iedereen blij is met mij als winnaar. Nou ja, dat is toch een mooi gegeven. Okay. Wat een jump zeg. Ja, ik heb laatst met Tour de France gezien hoe het moet, dus ik dacht, laat ik het ook eens proberen. Van Mike Teunissen? Van Mike Teunissen, ja. Hey, en nu een volledige baan. Is het moeilijk om dat te combineren met de topsport? Nee, moeilijk niet. Het vergt wel meer uitdaging en aanpasvermogen, maar dat maakt het alleen maar leuk. En nu is fietsen nog meer een hobby dan dat het al was.
Ik zag al begin, Tam, twee mensen die ontsnapten, hadden zo'n 30 seconden voorsprong. Maar ik denk, nou, dat is eigenlijk zelfmoord. Er komt dadelijk nog wel een hereniging van het peloton en dat gebeurde ook. Maar je zat eigenlijk bij de derde keer, zat je bij de ontsnapping. Ja, dat is een beetje aftasten, kijken wie er wel en niet gaan. Koers lezen. Een koers leren lezen, ja. Inmiddels heb ik wat meer ervaring, dus hap ik niet overal op en probeer ik op het juiste moment toe te slaan. En dat pakt vandaag goed uit. Soms pis je naar zijn boot, maar nu niet. Ja, vorig jaar zei ik al tegen je derde, een keer tweede. Nou, dit jaar moet je een keertje toch eerste worden. Nou, dat is dan mooi gelukt, hè. Dus ik hoef hier nooit meer te starten. Nee, geintje, ik ben er volgend jaar gewoon weer bij. Okay. En je staat ook weer in Heerhugowaard, dat is je binnenkort. Ja, in Heerhugowaard besta ik ook van start. Die heb ik ook nog nooit gewonnen, dus laten we daar ook maar weer proberen. Maar dan kom je net terug van vakantie, heb ik begrepen? Ja, ik ga een paar dagen naar Turkije, laat de fiets lekker thuis. Het is ook wel een keertje goed. Hey, gefeliciteerd met je overwinning. Ja, hoi, hartstikke bedankt. Ja, klopt, ik zelf ook, maar probeerde de laatste ronde nog alles of niets. En ik lag 80 meter voor of zo en toen kwam ik op het laatste stuk tegen wind. En dat nekte me eigenlijk net, ze kwamen net over me heen. Dus gegokt en verloren. En een podium is mijn eerste podium dit jaar, dus daar ben ik wel erg blij mee eigenlijk. Wat werd er gekoerst, hè? Ja, werd heel erg lekker gekoerst. Ik had het nog wel even zwaar onderweg, maar met de juiste groep weg. En daarna met de juiste mannen, met Rick van Breda, ja, dan weet je dat je mee moet. En we reden met z'n drieën weg en ik sprong erheen. En erg tevreden.